Als je nou zelf een oprit gaat maken, of een terras, of een paadje, mensen kiezen snel voor klinkers, beton of gebakken. Maar je zou ook kunnen denken aan een halfverharding. En wat is dat nou? Dat is eigenlijk een verharding die bestaat uit losse delen. Grind, split, schors en noem het maar op. En zoals je ziet, is de keuze reuze. Nou, wat ik al zei, er zijn heel veel verschillende soorten halfverharding. Dit is bijvoorbeeld boomschors of houtsnippers, hoe je het dan ook wil noemen. Ja, van alle soorten halfverharding is deze misschien wel het meest duurzaam. Want dat is gewoon organisch materiaal, een restproduct uit de houtbranche. En dat kun je gewoon gebruiken. Nadeel is wel, uiteindelijk verteert het en je moet het af en toe aanvullen. Maar het geeft wel een hele natuurlijke uitstraling. Nou, ander lokaal product uit Nederland zijn natuurlijk schelpen, gewoon uit de Noordzee. Ook hartstikke mooi. Daar ben ik zelf wel heel erg fan van. En grind uit Nederlandse rivieren, daarvoor moet u hier zijn. Nou, dit is grind. Je hebt grind en split. Ik zal even het verschil uitleggen. Grind komt uit rivieren. Dat zijn eigenlijk de korreltjes die door het water heel vaak rondgedraaid zijn en eigenlijk afgeslepen zijn naar de ronde vormen. En split is natuursteen wat eigenlijk gebroken wordt. Dat noemen ze ook wel eens breuksteen. Het zijn eigenlijk wel twee verschillende soorten producten, maar beide is het wel natuursteen. Nou ja, grind is dus ook een lokaal product. Ik vind het zelf heel erg mooi. Ik heb een landelijk huis, ook een oprit met grind. Het voordeel van grind is, als je inbrekers hebt, die houden er niet van. Het geeft heel erg voor herrie. Dus je hoort altijd iemand lopen. Maar ik zal ook nog wat andere materialen laten zien, want er is nog veel meer moois. Nordic Grey, ja, dit zijn eigenlijk basalt- en granietsoorten. Geef weer een hele andere uitstraling. Past goed bij moderne huizen. Goed te combineren met bijvoorbeeld kortenstaal in tuinen. Maar het blijft natuurlijk wel erg goed, een halfverharding. Om het regenwater door te laten. Hè? Want water kan er mooi doorheen naar het bodemwater waar het thuis hoort. Als je het een interessant filmpje vond, like hem dan. Je kan hem ook met vrienden delen en je kan natuurlijk je abonneren op het kanaal Lodewijks Groenengeluk. En oh ja, als je nog een vraag hebt over onkruid in grind, dat kan natuurlijk. Ik heb een heel gaaf filmpje gemaakt over onkruid herkennen en onkruid verwijderen. Dus ik zou zeggen kijken en tot volgende keer. Doei!